jongens en meisjes, supporters. Afgelopen woensdag is op 75-jarige leeftijd clubicoon Martin Koeman overleden. Martin Koeman was sinds 1963 in verschillende functies meer dan 50 jaar verbonden aan GVAV en later FC Groningen. De club beschouwt Martin als de geestelijke vader van onze jeugdopleiding. FC Groningen is diep geraakt door zijn overlijden. Naast de spelers van beide elftallen staan nu ook de spelers en begeleiders uit de jeugdopleiding van FC Groningen op het veld om Martin Koeman te herdenken. Afgelopen donderdag herdachten wij Martin in een minuut stilte. Als eerbetoon aan Martin Koeman vragen wij u nu te gaan staan en na het fluitsignaal van het scheidsrechter Liesveld 1 minuut lang te applaudisseren voor zijn vele verdiensten voor onze club.